Yo mensen, welkom weer bij een nieuwe video. Ik sta weer in de achtertuin en ik ga even een voertje klaarmaken, maar niet voor mezelf, voor mijn vader. We gaan aan de weg zitten met z'n tweetjes. Hij gaat dan gewoon met de vierde en ik ga vast een nachtje zitten. Dus hij komt dan de volgende morgen. Maar gaat hij lekker op brazen vissen. Niet mijn tak, maar vindt hij dat leuk en dan ga ik mooi achter de karpers aan. Ik ga even het voertje klaarmaken. Ik gebruik gewoon wat hennep en gewoon een grondvoertje gebruik ik. Nog wat pellets en dan maak ik een mooi mixje van. En dan kunnen de brasems daarvan smikkelen. Dan hoop ik dat ik een mooie karp kan vangen. Nou, dat zit allemaal wel in elkaar. Kunnen de vissen morgen mooi van smikkelen. Ik ga nog even chillen. Straks komt Max Verstappen nog op. Die begint als derde. Dus het zou mooi zijn als hij nog even een mooie race kan neerzetten. Vorige week bijna eerste. Dus ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Ga ik nog even een hapje eten daarna. En dan kunnen we die kant op. Ik ben benieuwd. Dus mijn eerste nachtje weer op de weg. Vorig jaar heb ik best wel echt wel een aantal mooie vissen weten te vangen. Een mooie schub. Die is ook in de video gekomen. Dus ik ben benieuwd wat het gaat brengen. Als we één visje kunnen vangen, dan dat zou het echt wel mooi zijn. Nou, de laatste spulletjes van mijn vader liggen er ook in. Die heeft ze er net even ingelegd. Ik neem zelf ook nog even een vierde hengel mee. Toch maar besloten om ook even achter de brasems aan te gaan. Aan de ene kant ook nog wel weer leuk. Vroeger deed ik dat ook nog wel eens. Dus ik heb er zin in. Jij ook, pap? Ja, gaaf. Ja? Toppie, op een mooie feestdag morgen. Gaat goed komen. Oh mensen, deze groene rakker die heb ik wel verdiend. Ik ben aangekomen met water. Het is inmiddels al donker geworden. Ik heb hengeltjes net even ingegooid. Ik ga vissen met drie hengels. En ik zit op een mooie stek. Komt net uit een bocht. En de kant waar ik zit is het diepste punt. En zeg maar aan de overkant loopt hij eigenlijk op. Wordt het ondieper. Dus ik heb één hengel in de kant liggen. Dan eentje in het midden, één richting de overkant. Zo vis ik alle dieptes mooi een beetje af. Dan ziet de vis dan ook nog aangekomen. Komt gezwemmen. Komt eerst bij de hengel die dichtst in de kant ligt. Dus de lijndruk hou je dan ook een beetje weg. Net kwam je wel nog even langs. In oude video's van stage, kanaalstrijders. Met Jesse en Joël mooi gingen vissen. Maar vissen gewoon met de oude vertrouwde snowman. Die ik in de vorige video ook gebruikte met Joran. Maar ik ben benieuwd. Net al aardig wat activiteit gezien. Wat aasbellen. Dus ik durf niet te zeggen als hij gaat aflopen. Maar we gaan het zien. Ik heb er in ieder geval wel vertrouwen in. Dus ik zou zeggen op een goede vangst. Zo mensen. De eerste vis ligt op de mat. Dat is eigenlijk niet de vis waar ik op had gehoopt. Maar ja, het is wel karper. Misschien zullen sommigen jullie wel het wel raden. Het is een graskarper. Eerste vis van het jaar weer hier op de rivier. Ik zal hem er even bij pakken. Ik hoop niet dat hij al te wild is. Die rakkers die zijn nog wel eens wild. Ja, daar gaat hij al. Om druk te maken. Rustig maar jongen. Snel op de camera en dan mag je weer zwemmen. Kijk eens jongens. Graskarper. Ongeveer 10 kilo. Ik had hem op de hengel die in de kant lag. Ik kreeg eerst al op de middelste hengel een paar piepen, maar ik pakte hem op, was niks. Dus daarna kreeg ik op de achterste hengel die in de kant lag een paar piepen en dan kwam deze rakker. Ik dacht eerst, zou het weer een roofles zijn? Maar hij was toch wel iets sterker. Dan kwam deze rakker voorbij. Maar het is inmiddels al een paar dagen later. Vorig fragment wat ik heb opgenomen was van een paar dagen geleden met mijn vader. Toen hadden we helaas niks gevangen. Maar nu is de eerste vis binnen. Hopen dat er nog een schubkarper of een spiegel komt. Zo'n rakker is ook wel mooi om te vangen, maar vang toch liever een schub of een spiegel. Ik zet hem er even op de foto en dan mag hij weer terug. Oh yeah. Een hele goede morgen. Ik ben net een half uurtje wakker. Ik kreeg net een heerlijke wake-up call. Beter kun je de dag niet beginnen. Ik lag lekker te slapen en in één keer ging hij er volgas vandoor. Dus ik ging er weer volgas heen. Maar ik zal hem even aan jullie laten zien. Pak hem even uit het water en dan zien jullie hem. Hier komt hij. Ja mensen, hij ligt op de mat. Prachtige vis.
Dit keer geen graskarpen gelukkig. Het is een mooie spiegel. Waarschijnlijk zal het een uitzetter zijn. Oh, daar komt die jongens. Oh, prachtige visje zeg. Hier blij mee. Wederom weer uit de kant hengel. Het is echt wel, als ik zo kijk, dat er echt wel potentie in deze vis zit. Er zit al een klein buikje onder. Maar, brute vis. Hij heeft, ik weet niet of je het kan zien, maar een beetje een gekke knik in de staart aan de onderkant. Misschien dat hij een keer gegrepen is door een alschrover. Of door een snoek of zoiets. Ik denk door een alschrover. Maar ik zal de andere kant nog even laten zien. Dan heeft hij nog een klein krasje op. Als hij er zin in heeft. Dukje maken. Kijk. Achterkant van de staart helemaal een beetje geel. Prachtig jongens. Ik zet hem even op de foto, dan mag hij weer zwemmen. Ik had nog niet verteld, maar ik ga twee nachtjes zitten. Dus ik verwacht dat er nog wel een visje gaat uitkomen. Deze gaat terug, op naar de volgende. Nou mensen, het lijkt wel weer een vast ritueel te worden. Vis vangen, terugzetten en dan kom ik weer op jullie scherm hier in het tentje. Maar wat er zojuist is gebeurd. Brutevis, echt niet normaal. Mijn ouders die komen eraan, mijn moeder is fotograaf en ik kan zelf met deze ook wel foto's maken, maar ik wil toch dat er echt goede foto's van gemaakt worden. Maar het is nieuw PR en zieke vis. Jullie gaan hem zien. Nou mensen, mijn ouders zijn ook gearriveerd. Mijn moeder die is fotograaf, dus die kan even een paar mooie plaatjes maken. Maar het is echt een bak. Zo, ik ga hem er even bij pakken. Dikke unit. Nou, hij is alweer wild geworden. Zo. Het is niet normaal, jongen. Oh. Daar komt hij. Zo. 19 kilo, mensen. 19 kilo. Nieuw PR van mij. Kijk eens van de pens. Allemaal krassen erop. Wat een vis. Holy shit. Oh, ben ik hier blij mee, joh. Deze sessie, ik dacht ik knalde gewoon een flinke schep voer op. Ik wil een dikke bak vangen, nou, en dat is gelukt. Derde vis alweer. Gaat echt super goed. Oh, en het is nog maar beginmiddag van de eerste nacht. Dus wie weet wat er nog gaat komen. Ik ga hem even op de foto zetten. Dan mag die vis zijn vrijheid in. Maar wat een vis. Niet normaal. Oh, mooie kleuren nog. Ja, lijkt wel goud. Moet ik hem uitdoen? Kijk eens, wat een bak, 19 kilo. Mag we gaan jongens, druk zijn vrijheid in. Oh. Yes, hoppatee. Ja mensen, ik zit weer in de tent. Wie weet wat er nog gaat komen. Het zonnetje kwam net even weer door. Vannacht wordt het wel weer fris, afgelopen nacht ook. Tegen het vriespunt aan, maar overdag... Blussen kennelijk toch nog wel azen, de vis. Dus het zonnetje komt er nog even door. Er zat een klein briesje op het water, dus op zich nog wel een mooi weer. Zeker in het voorjaar, als dan nog even die zon erdoor komt. Misschien worden ze dan nog net even iets meer getriggerd om te azen. Maar ik vermaak me hier wel. Ik heb een mooi uitzicht. Kijk aan, dat is even genieten. Avondje erbij, hamburgertje, op een broodje, saus erop. Kan niet beter mensen. Ik ga nog even genieten. En dan gaan we er de nacht in. Ja mensen, we hebben weer beet. Ik ga snel heen jongens. Het was vals alarm. Hangt wel iets aan, maar ik denk dat het de wind is. Ja, dat is een wind jongens. Komt gelijk boven. Ik ga hem snel van taken en dan mag hij weer terug. Het was helaas vals alarm, maar ik dacht we gaan er toch wel even snel heen rennen, want die vis die ik gisteravond had, die graskarpen, die ging er ook precies zo vandoor. Gewoon een paar piepen en die andere karp, zeg maar die schrup of een spiegel, die gaat er wel vol gas vandoor, maar zoals die gras er van gisteren ook niet, dus ik dacht ik ga er snel heen, maar het was helaas een winde. Ik had het ook wel een klein beetje kunnen voorspellen, maar ja, voor hetzelfde geld was het wel weer een graskarpen. Maar hij ligt weer op zijn plek. Dus nog even een paar bollen eromheen gelegd. Moet goed gaan komen. Zo, goedemorgen mensen. Dat was net even
wou ik even een mooi shotje maken dat ik eten aan het koken was. Maar toen stoot ik mijn soepblik om. Ik heb er nog een beetje in zitten. Ik had mijn pannetje niet bij me, dus ik moest het blik op het vuur zetten. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit goed. Ik had net nog een winde op de kanthengel. Het was echt koud vannacht. Het heeft echt flink gevroren. Ik lag allemaal nachtvorst op de tent. Het was helemaal bevroren en op het gras lag allemaal vorst. Dus we gaan het zien als er nog één uitkomt. Nou ja, anders is de sessie al geslaagd. Maar ja, ik ga nog even wel eten. Ik zit weer in de tent. Alle spulletjes opgeruimd. Tijd om een einde aan deze sessie te breien. Ik had net nog een winde. Ik denk dat de kaars er geen zin meer hebben. Die zullen vast echt in groepen overtrekken en dan voerstek leeg vreten. Maar geslaagde sessie. Eén zieke bak gevangen. Dus ik mag echt wel terugkijken naar een mooie sessie. Wil je me nou ook volgen op mijn Instagram of Facebook? Ik heb de linkjes daaronder onder in de beschrijving staan. En dan zal ik zo zeggen tot de volgende video. Later mensen. Oh yeah.